Ave allemaal en welkom bij deze presentatie over de naamvalsfuncties in zowel het Grieks als in het Latijn. Ik doe hier de allerbasisste basis. Je kunt het zo uitgebreid maken als je zelf wil eigenlijk. Maar ik heb besloten om in deze presentatie alleen maar de dingen te doen die ik vind dat je echt moet weten van alle naamvallen. Het kan zijn dat je eigen docent meer wil of minder wil, dat moet je dan zelf even bekijken. Dus dit is een goede introductie als je net met naamvallen begint. Of als je misschien gewoon totaal de weg kwijt bent en denkt, wat moet ik met al die naamvallen? Dus dit is ook een beetje een help. Hoe vertaal ik naamvallen? We doen het dus zowel in het Latijn als in het Grieks. Je zult zien dat de functie van de naamvallen namelijk grotendeels gewoon overeenkomt. Daarom heb ik ook besloten het één presentatie te houden dan. Dan wordt het misschien duidelijker dat je het allemaal maar één keer hoeft te leren. En niet dat het twee verschillende dingen zijn. Laten we met de eerste dia beginnen. Nou, de tweede eigenlijk. Namelijk de naamvallen. De naamvallen. Je hebt de nominatives, de genitives, de dativus, de accusatives en de ablatives. En de ablatives komt alleen maar in het Latijn voor. Als je met Griekse bezig bent, dan valt alles wat in het Latijn onder de ablatives valt, onder de dativus. En dat zal ik nog even erbij zeggen als ik die naamval behandel. Ik ga ze één voor één bijlangs. De nominatives kan twee functies hebben. De eerste functie is het onderwerp van de zin. Dus het onderwerp van de zin staat altijd in de naamval nominatives. Een voorbeeld daarvan in het Latijn is Dominus vilam habet. De meester heeft een landhuis. De meester is het onderwerp en staat in de nominativesvorm. De tweede is het naamwoordelijk deel van het gezegde, in een naamwoordelijk gezegde dus. Jupiter deus est. Jupiter is een god. En dit gebruik komt voor bij de koppelwerkwoorden. Koppelwerkwoorden zijn zijn of blijven of worden of lijken of schijnen. Kortom, woorden die het een echt aan het andere gelijk stellen. Jupiter is precies hetzelfde als de god. Of je nou zegt Jupiter is een god of de god is Jupiter, het verandert niks aan de betekenis in het Nederlands. Dus dat kom je ook tegen in de nominatives. Dus let hierbij op, het is meestal onderwerp, soms naamwoordelijk deel van het gezegde en dat is alleen maar het geval als een koppelwerkwoord in de zin staat. Ook nog even in het Grieks. Het werkt precies hetzelfde, onderwerp de meester heeft angst, ho despotes, nominatives naamval. En naamwoordelijk deel van het gezegde, ho despotes theos estin, de meester is een god, de meester hier staat in nominatives. Dus exact hetzelfde. De accusatives ga ik nu even mee door. Ik begin met de nominatives en de accusatives, eerste en vierde naamval. Omdat je meestal begint met het leren van de nominatives en de accusatives en dat de rest pas later komt. De accusatives kan een leidend voorwerp zijn. Als voorbeeld, dea filiam habet, de godin heeft een dochter. Wat heeft de godin? Een dochter. Dus een leidend voorwerp. Wat ook kan, is een accusatives als aanvulling. In dat geval zie je in je woordenlijst, in je boek, een woord staan. Het woord in, bijvoorbeeld, plus accusatives staat er dan achter. En dat betekent dat het woordje in altijd samengaat met een accusatives. Zoals hier, deus in insulam it. In wordt altijd gevolgd van een accusatives. Hier staat dus geen accusatives omdat het een leidend voorwerp is, maar omdat hij achterin staat. En als ze dan vragen in welke naamval staat dit en waarom, dan zeg je insulam staat in de accusatives omdat hij achterin staat of omdat het een aanvulling is bij in. De laatste heb ik een beetje klein gemaakt omdat ik niet helemaal zeker wist of ik deze erbij moest zetten, maar ik heb het toch maar gedaan. Want je leeft maar één keer. Het onderwerp in de ACI, dat is alleen maar als je de ACI al hebt gehad. Ik zeg dat de god een tempel heeft, dan maak je in de ACI zin god het onderwerp. Als je niet meer weet hoe de ACI werkt, kijk dan mijn filmpje over de ACI. Een leuk weetje, leuk voor op feestjes. Een accusatives geeft vaak een richting of een tijdsduur aan. Als je een losse accusatives ziet, Romam, dat is naar Rome of richting Rome. En multas noctes kun je vaak vertalen als gedurende vele nachten. Leuk weetje. Volgende naamval. Oh nee, nog even in het Grieks. Kan het dezelfde dingen betekenen, een leidend voorwerp.
De meester heeft angst, phobon staat in accusativus vorm. En is luidend voorwerp. En hier, eis ten goran. Ten goran staat in accusativus omdat het een aanvulling is bij eis. Want in je woordenlijst staat eis plus accusativus. En ook hier kan het als onderwerp in de ACI voorkomen. Ik ga op deze Griekse voorbeeld niet heel lang in. Je kunt het filmpje natuurlijk pauzeren om het zelf te bekijken. De genitivus. Dat is de zogenaamde bijvoeglijke bepaling. Een bijvoeglijke bepaling is een stukje zin of een bepaling die iets zegt over een zelfstandig naamwoord anderszins deel. Voorbeeld is pater filiae. Filiae is genitivus enkelvoud van filia, meisje of dochter eigenlijk. De vader van de dochter, meisje. Ik denk dat dochter een betere vertaling is. De vader van het meisje. En je kunt hem ook als aanvulling tegenkomen. Filiae causa laetus erat. Causa is met een voorafgaande genitivus, dus daar staat altijd genitivus voor. En dat betekent vanwege. Dus vanwege zijn dochter was hij blij. Dus hier antwoord je dan, dit staat in de genitivus, omdat causa voorafgegaan wordt door een genitivus. De genitivus kun je meestal vertalen met het woordje van, tenzij het gaat om een aanvulling. Dit gaat er vooral om bijvoeglijke bepalingen. Deze naam kan heel erg uitgebreid worden. Je hebt ook nog een partitivus en zo, veel van wijn. Dan mag je natuurlijk ook veel wijn zeggen. Je hebt echt zoveel in de genitivus. Die komen later misschien nog in een ander filmpje. Maar in bijna al die gevallen kun je ook volstaan met het vertalen van het woord van. En soms moet je het dan iets mooier Nederlands maken. Veel van wijn wordt dan wijn. Maar meestal kom je daar heel goed mee weg. Dus onthoud maar van. Enkele Griekse voorbeelden. Ta tekna tu theou. De kinderen van de god. En als aanvulling ook, hij luistert, akouai, naar de kinderen. Akouo plus genitivus is horen of luisteren naar. De dativus. Gebruik je als meewerkend voorwerp. Dat is een antwoord op de vraag aan wie of voor wie. Een voorbeeld daarvan is, ik ben soms even de muis kwijt. Ja. Pater filiae rosas dat. De vader geeft rozen. Filiae is dan dativus. Ik zie dat alles schuin staat. Iedereen kan wel eens een foutje maken. De vader geeft rozen aan het meisje. En filiae is dativus. En dan vul je het woordje aan. Ook dit kom je als aanvulling tegen. In staren plus een dativus is achterna zitten. De Grieken zitten achterna de Trojanen. Dus in dit geval, in dat soort gevallen moet je het niet nog met aan of voor vertalen. Hè? Niet met zij zitten aan de Trojanen achterna of zo. Als er staat, als het een aanvulling is, vertaal je niet meer aan of voor erbij. Tot slot heb je nog de dativus possessivus. Filiae pecunia est. Aan het meisje of voor het meisje is geld. En dat mag je dan vertalen met het meisje heeft geld. Dit is een dativus van bezit. Omdat het bezit aangeeft. Heel verrassend. Onthoud maar dat je de dativus meestal kunt vertalen met de woorden aan of voor. Tenzij het, zoals ik net zei, gaat om een aanvulling. Vervolgens. Een paar in het Grieks. Ook hier heb je een meewerkend voorwerp. Aan de god verschaf ik een maaltijd. Aan de god dativus. Of als aanvulling. Hij helpt de vreemdeling. En als dativus possessivus, aan de god is land, werkt exact hetzelfde als in het Latijn. Tot slot heb je de ablativus. Dit is dus alleen maar in het Latijn. Als je Grieks doet, dan valt dit allemaal onder de dativus, dus hij is in het Grieks iets uitgebreider. Dit is een bijwoordelijke bepaling. Een bijwoordelijke bepaling is een antwoord op de vraag hoe iets gebeurt, wanneer iets gebeurt, waar iets is gebeurd, etc. Nocte domum venit, in de nacht kwam hij naar huis. En gladio, met een zwaard, doodde hij hem. Dit kun je meestal vertalen met ook met de woorden door of met. Of soms ook vanaf, dat is vooral bij dit weetje.
De ablativus geeft aan vaak waar vandaan iemand komt. Roma kun je vaak vertalen met uit Rome. Zoals ik bij de accusativus zei dat het vaak ergens naartoe is. Romam is na Rome. Is de ablativus ergens vanaf. Roma, uit Rome. En de ablativus kom je tenslotte ook tegen als een aanvulling. Wederom in plus ablativus is in op bij. Dus in insula sunt, zij zijn op het eiland. Een ablativus staat vaak stil, waar een accusativus beweegt. In plus accusativus is, is ergens naartoe, geeft een beweging aan. En in plus ablativus is in op bij. Dat staat dus meer stil. Dat hou ik ook altijd een beetje in mijn hoofd. Nou, ook in het Grieks. Dit zijn dus dativusvormen in het Grieks. Hè? Ook weer een bijwoordelijke bepaling. Met een schip varen zij naar het eiland. En als aanvulling kan het ook. Zich verheugen over. Gairai plus dativus. Hij verheugt zich over het huwelijk. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Als jullie nog vragen hebben, stel ze in de comments. En heel veel succes met leren.